jongens, koop allemaal deze Lamborghini. Hij kan vliegen. Yo, kijkers van Clonny Games. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van City Car Driving. Vandaag gaan we niet career doen, want ik heb het voor de opnames nog echt 5 keer geprobeerd. En ik haal het maar niet. Ik was de ene laatste keer was ik echt heel erg in de buurt. Alleen het lukt helaas niet. Dus zullen we maar gewoon gelijk beginnen met Free Drive? Deze auto, daar gaan we niet in rijden. Alleen, welke auto zullen we mee starten? Oké, ik wil eigenlijk met deze beginnen. Dit is de Mitsubishi Lancer Evo. Best wel een moeilijke naam. Alleen, welke mooie kleurtjes zijn ervoor? Oh, we gaan een mooi blauw kleurtje. Alleen, ik ga eerst dit keer echt even gewoon serieus rijden. En niet zo, wow! Trouwens, ik heb mijn Wansie aan. Ik ging hem vergeten. Nou, kijk, ik heb mijn Wansie aan. Een tijger die gaat auto rijden. Heb je dat ooit gezien? Oh, yeah. Waarom vliegt de auto? Waarom vliegt de auto? Oké, maar in ieder geval, hij ziet er wel vet mooi uit. Alleen, ik kan niet achteruit kijken. Een beetje voor de helft. Oké, anyway. Yes, dit is geen automaat. Yes. Oké, ik ga naar rechts. Ja, let even niet op daar rechts al de fouten die ik maak. Ik heb de audio zachter gezet van juist mijn eigen vehicle. Alleen het helpt niks. Oh, we moeten hier stoppen. Geen idee waarom. Ik ga gewoon door. Wow, die dude zit daar te racen. Kom maar op, dude. Kom maar op. Kom maar op. Ga maar weg. Oh, oh. Sorry. Ik ging serieus rijden, alleen ik werd een beetje boos. Trouwens, dit is toch een rallyauto? Ja, dit is een rallyauto. Volgens mij. Chips. Oh, waarom staat hij nog in zijn neutraal? Oké, ik snap het niet. Mijn engine deed het even niet. Even serieus, wat is dit? Waarom staan we hier midden op de lijn? Hoe kon mijn engine uitvallen? Ik stond in neutraal. Check dat ding! Nee, ik wil hem bekijken. Ik wil hem bekijken. Ja, kijk. Oh. Ja, sorry, ik sta hier een beetje weird. Ja, daar is hij. Hij gaat landen. Oké, anyway, laten we maar gewoon lekker doorgaan. Zo. Hoppakee. Oh, trouwens, ik heb hem nu pas door. Hij staat niet goed. Waar zullen we heen gaan? Daar zie ik wel een mooie stad. Dus we gaan even zo. Even een beetje afremmen. Ah, ik ga nog even rechtdoor, want dan kunnen we diep in de stad gaan. Maar straks gaan we racen, oké? Trouwens, laat daar allemaal nog even een like achter. Als je het tot nu toe leuk vindt. Yo, dude. Stomme auto. Kijk mijn auto. Ik heb een vet coole auto, jongen. Ja, ik ga niet hebben. Ik ga hier naar links. Gewoon even kijken wat we kunnen winnen. Ja. Oh, die dude keerde heel erg raar. Ja, mag ik? Thanks. Thanks, man. Ja, ik had je trouwens door. Ik deed echt zo cool zo. Ja, thanks dat mocht. Deze auto, nee, heb je niet. Doe niet zo gevaarlijk. Oké, laten we hier even naar links gaan. Yo. Oké. Dat is gewoon een klein grapje, maar. Ja. Hé, hey, ga weg. Ik ben boos, oké. Oh. 20. Waarom mag je met 20? Hé, hey, ik ga gewoon. Oh, lol. Ik kreeg volgens mij geen bekeuring voor. I got away with it. Ba. Oh, we gaan even mensen overrijden. Ja, leuk. Mensen overrijden mislukt. Jij staat in mijn doelwit. Hij viel neer. Meneer, het spijt me. Oh, nee. De meneer ligt daar dood. We moeten wegwezen. De cops komen. Oké, nu gaan we even niet meer serieus rijden. We gaan lekker racen. Dit ding gaat helemaal niet snel. Oh, hij gaat wel snel. Hij trekt op. Wow, meneer, u moet een beetje rustig aan doen. Of misschien moet ik hem. Die man wilde gewoon dood. Je zag die man. Oh, ja. Hé, oma. Oh, ik heb oma per ongeluk dood gereden. Spijt me, oma. Spijt me, opa. Wow. Yep. Wow, ik beukte tegen mijn truck aan. Oké, eigenlijk wil ik niet echt racen. Ik wil gewoon... Bedankt. Het is zo lief. Nou, ik wil nog even 1 keer hard gaan. En daarna kiezen we even een andere auto. Wow,
Wow, sinds wanneer bestaat dit rare veldje in City Car Driving? Stop, stop. Onze auto is heel raar genoeg. Alleen we zitten vast omdat de wiel in mijn band zit. Dus ik denk dat we een nieuwe auto moeten kopen. Laten we de volgende auto kiezen en dat is een Audi RS6. Oké, laten we starten. Ik vind het een beetje stom dat het niet zo'n plat is. Het is echt zo'n rare truck als het ware. En je zit enorm laag in deze auto en je ziet je spiegels gewoon niet. Irritant ding. Kijk hè. Mijn vader heeft ook een Audi en die heeft precies hetzelfde menu. Dit precies hetzelfde menu. Bim. Ja, dat vind ik nou perfect aan deze auto. Hij heeft gewoon hetzelfde menu. Lol. Je ziet dat dashboard, hè? Dat is zeg maar met plaatjes. En dat naast de deurklink, daar links, dat zit er ook bij mij in. Oké. Hé, jongens, mag ik naar links? Oké, dan ga ik wel weer naar rechts. Oké, laten we kijken. Holy dude, dit ding trekt snel op. Holy dude. Waarom zeg ik holy dude? Ja, ik weet niet. Deze glijdt ook helemaal niet uit. Het is echt een chill ding. Door, ja, we leven nog. We leven nog. Ja, natuurlijk. Nee, we zijn niet dood door een dikke autobotsing. Nee. Nee, we gaan nog steeds 100 km per uur. Nee. Alles is in orde. Alles is in orde. Ja, alles is nog steeds in orde. Ja, kijk. Alles is in orde. We gaan nog steeds 100 km per uur. Ah, gewoon. Wat doet die man? Die man deed raar. Die man deed raar. En dat is sowieso een dood. Dat is sowieso iemand die dood is. Oh, ik kan zeggen, oh, we gaan terug. Alleen hier stopt de map. Fantastisch. Jongens, ik ga revenge nemen. Ik weet niet op wie, alleen ik ga revenge nemen voor wie mij heeft laten crashen. Ik weet niet wie het is, waarschijnlijk is hij al lang weg. Alleen ik ben heel erg boos op Oké, laten we nu even net rijden. Net. Chic. Ik weet niet hoe chique mensen rijden. Dat weet ik niet. Just take it, stond er op het bord of zo. Oké, ik wil eigenlijk naar links. En dan wil ik nog eens naar links. Oh, sorry meneer, klein foutje van mij. Ja, gewoon een klein foutje. Krijgen we de meneer over. Ja, kan gewoon. Kan gewoon. Het zou leuk zijn als hier de politie achter je aanging. Alleen, deze game is door een Rus gemaakt. Die Russische dude, die heeft deze game speciaal gemaakt om mensen te leren rijden. Dus daarom zit er ook geen kaart in. Hé, hey, dit is een stukje uit de les die ik niet kan halen uit career mode. Thanks dat ik mag. You're driving in a forbidden... Wat, de oliebollen? Ja, sorry, ik moet je even inhalen. Oh, hitboxes. Hitboxes. Wow, ging nog goed. Nog net. Je mag hier maar 20, alleen dat boeit me geen reet. Zo, zullen we hier echt doorgaan? Ja, ik vind het mooi. Ah, ah. Oeh. Op het nippertje. Wat deed ik? Oh. Oké, we gaan even naar links. Gewoon even kijken wat we daar kunnen vinden. Kijken of we iets vets kunnen vinden. Thanks meneer. Doei. Wow. Oh, thanks meneer. Ik weet niet. Ik mocht van de meneer doorgaan. Oké. Remmen, 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 remmen. Oké, die meneer deed raar. Oh, nu snap ik waarom. Door die rare vrachtwagen. Sorry dat ik een beetje in je achterbak zat. Alleen, ja, ik wou gewoon een beetje doorrijden. Zullen we straks naar links gaan? Of is dit een rotonde of zo? Oh, yes, remmen. Hou ik van. Oh, sorry. Zat daar een truck, spijt me. Oh, we gaan even tanken. Ik kan dit echt niet. Ik wil gewoon een keertje serieus doen in City Car Driving. Dat kan ik nooit. Tanken, zup. Ja, we zitten vol. Ja, maar deze poepauto past hier ook gewoon niet doorheen. Ja, die mevrouw zit naar me te lachen. Dat vind ik echt niet kunnen. Oké, ik moet even meer opletten. Hupsakee. Ah, rust. Remmen. Ja, we
kunnen niet achter ons kijken. Fantastisch. Moeten we mijn achterrijspiegel bekijken. En trouwens, het is tijd voor de volgende auto. Eerst netjes rijden en daarna wild. De volgende is de Lamborghini Huracan. Of zo, Huracan. Even de dust van mijn motor. Echt, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg ik dat voor elkaar? Oh my god, ik zit in het dak met mijn hoofd. Dit ding is aardig lelijk van binnen. Pretty nice. 5 versnellingen. Ik vind het helemaal mooi. Zo, dit ding trekt snel op. Check dit. Oh, schakelen. Wacht. Eerst gaan we even net rijden. En daarna gaan we op een snelweg super snel rijden. Oh, ze doen gewoon niet super hard. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, oh, we're still on the road. Full versnelling. 200 kilometer per uur. Volgens mij net aangetikt. Net aangetikt. Oh my god. Wat een cool ding. Oké, laten we nu even net rijden. Oh my god, dit ding trekt veel te snel. Dat kan je toch niet maken. Kijk, je wil niet weten. Kijk, ik druk hem niet eens in en ik ga al 30 kilometer per uur. Dit zou je toch niet willen komen? Nou, in ieder geval, we gaan ermee proberen te rijden. Oh, je hebt echt de cruise control op dit ding nodig, dat weet ik wel. Of laten we gewoon de hele tijd hard rijden. Want dit ding, daar kan je niet netjes mee rijden. Dus laten we maar gewoon de hele tijd hard rijden. Wow, die man is gevaarlijk. Remmen. Oh, dat was een hit. Spijt me. Meneer, gaat het? Het spijt me, meneer. Het is een mevrouw. Oké, dan ga ik weg. Wacht trouwens, hè. Deze Lamborghini doet me denken aan een liedje. Ken jij? Lamborghini? Lamborghini! Bitch, I know you see me in my Lamborghini. Volgens mij gaat zo echt. Geen flauw idee, ik heb maar een paar keer geluisterd. Alleen dat is me nog wel kan herinneren. Lamborghini, Lamborghini. Oké, dat is niet zo cool. Dan ga je dus heel erg stoer doen met je Lamborghini. En dan is je Lamborghini kapot. Ja, oké, laten we even doorgaan. Hoppakee. Hop, zonder handen. Misschien één hand dan. Oh, oh, het spijt me. Yo, dude. Ik herken hem van niets. Maar ik heb het zo heet. Ik wil mijn wansje uitdoen. Alleen daar heb ik geen shirt aan en alles. Ik heb natuurlijk wel een broek aan. Alleen geen shirt. Oké, laten we weer gaan. Hoop. Oh, ja. Oh, tegen het verkeer in. Oh, ik ging zo sloom omdat ik in neutraal zat. Ja, mensen maken fouten, oké? Het spijt me. Zo even optrekken. Monster dat je bent. Hoppakee. Oh, thanks. Daardoor heb ik speed. Speed, supersonic speed. Oh, thanks, Reno. Ik ben echt serieus klaar mee met het ding. Oh ja, ik moet schakelen. Wauw, dit ding is echt insane. Het heeft misschien geen schermen en alles dat je muziek aan kan zetten. Alleen in het echt zou ik hem niet nemen, omdat hij niet zo'n scherm heeft. Het is alleen maar rijden. Maar we zijn hier niet om auto's te beoordelen. We zijn... Oh my god. De hele weg is gewoon gestopt door mij. Oh, zo hé. Wow, dat ding ging heel random opeens naar achter. Oké, laten we even gaan. Ik noem de Lamborghini gewoon een ding. Versnelling 5, kunnen we de 200 halen? Kunnen we de 300 misschien halen? Met richtingaanwijzers. Met richtingaanwijzers. Nog steeds met richtingaanwijzers. Oh. Oh. We are so good at this. Nee, wauw, ging niet rechtdoor. Ik vloog. Zag je me vliegen? Ik vloog. Auto's kunnen vliegen. Ja. Jongens, koop allemaal deze Lamborghini. Hij kan vliegen. Maar kijkers, hopelijk vonden jullie deze aflevering leuk. Het is gewoon leuk om te doen. Nou, hopelijk vonden jullie deze aflevering leuk.
Laat nog even een like achter als je de aflevering leuk vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later! Lampertje! We'll be right back.